Sinds dinsdag hebben de eerste vluchtelingen uit Oekraïne een plek gekregen in de staathof van de Engelendaal in Leiden-Dorp. Het gaat om 5 mensen in 2 units. In totaal zullen er 90 personen opgevangen worden. De gemeente wil de opvang centraal regelen. We vangen op dit moment al heel veel mensen op in andere huizen. Maar als de staathof klaar is, worden al die mensen gevraagd daarheen te gaan. En er worden ook bij particulieren opgevangen. Die worden ook gevraagd wat ze willen als ze daar kunnen blijven bij de particulieren. Maar ik ken daar maar 1 geval van, blijven ze daar en anders dan gaan ze naar de opvang in de staathof. Dat het hele mooie appartementen zijn. Op een informatiebijeenkomst maandag konden inwoners informatie krijgen over de opvang van vluchtelingen in de staathof. Mensen komen voor informatie over hoe het eruit ziet, over hun veiligheid, wie ze moeten bellen als ze vinden dat ze iets willen zeggen. De sfeer is heel gemoedelijk en prettig. Het is nog niet druk. Nee, het is zeker niet druk, maar het is ook nog geen 9 uur. Dus ja, we blijven paraat tot 9 uur. U staat een beetje bekend om uw persoonlijke aanpak. U begroet ook iedereen die hier binnenkomt, hè? Waarom doet u dat? Dat doe ik zodat mensen geen drempel voelen om welke vraag dan ook te stellen. Dus ik verwijs ze eerst naar het filmpje met informatie. En dan leg ik uit hoe we deze avond ons dat voorstellen. En ik heb gemerkt dat dat rustgevend is. Want mensen komen binnen, zijn hier nog nooit geweest, zoeken naar waar ze naartoe willen. En dan vinden ze het prettig als ik dat uitleg. De gemeente doet haar best om de mensen uit Oekraïne te begeleiden. Nou, mensen uit de Oekraïne mogen werken. En dat doen ze ook. Alle kinderen die erbij zijn, ze gaan naar school. Het zijn voornamelijk dames uit de Oekraïne. De mannen zijn daar aan het vechten voor hun vaderland. En wij verzorgen zoveel mogelijk werk. We proberen ze naar werk te begeleiden. We proberen hun te faciliteren wat ze dan ook willen. Dus we doen als gemeente wat we kunnen om ze hier thuis te laten voelen en om ze te laten aarden. Ook de inwoners van Leiden-Dorp dragen hun steentje bij. Ik zou tegen hen willen zeggen dat ik enorm trots ben op ze. En ook op de wijze waarop we dit weer met elkaar doen als Leiden-Dorp. We hebben het eerder gedaan. Iedereen is nieuwsgierig hoe het is. Men wil veel informatie. En als ze die hebben, dan gaan ze daarna handelen. Sportverenigingen, alles en iedereen, cultuurverenigingen. Nou, ik kan niet anders zeggen dat ik heel trots ben op mijn inwoners.